Op 24 december aanstaande, tijdens de kerstavond, vindt er een kerstnachtdienst plaats in de hervormde kerk in Ommen. Het belooft een bijzondere dienst te worden. Ik spreek met dominee Karel Hazeleger, voorganger van deze dienst. Wat maakt deze kerstnachtdienst zo bijzonder? Nou, wat voor mij heel bijzonder is, is dat vocalistjes meewerkt aan de dienst. Een popkoor. Zij zullen eigentijdse liederen zingen. En tegelijk zingen we ook klassieke kerstliederen. Eerder zei God, komt alles tezamen. En die mix, vroeger en nu, dat vind ik juist zo mooi. Het thema is Geef Licht. Waarom is voor dit thema gekozen? Nou, dat is een thema van de landelijke kerk. Dat nemen wij over, dat sprak ons erg aan. Met kerst gaat het vaak over licht. We hangen allemaal lichtjes op, we verlangen naar licht. Juist in een wereld waarin het donker is, en misschien soms ook wel in je eigen leven, zorgen, verdriet. In Jezus is licht. Hij is licht voor de wereld en hij nodigt mij uit om ook het licht te verspreiden in mijn omgeving. We spreken ook met Betsy Kroon, lid van de Hervormde Kerk. Betsy, kun je vertellen wie er nog meer meewerken aan de dienst? Ja hoor, we hebben Lydia Volkerink bij het orgel en Jan Veneman speelt op de trompet. De dienst moet om 12 uur afgelopen zijn. Waarom is dat? Dan staat Soli Deo Gloria klaar om kerstliederen te spelen voor ons allemaal. Daarna gaan ze ook nog om en door. En er staat ook warme chocolademelk. Heerlijk! We spreken met Alex Grolleman, lid van Popcorn Vocalistjes. De kerstnachtdienst heeft het thema Geef Licht. Wat heb jij voor gedachten bij het thema Geef Licht? Nou, als popcorn zingen we vaak liedjes uit de jaren 70, 80. En als popcorn mogen we meedoen aan het kerstnachtdienst in de Hervormde Kerk. En dat is eigenlijk teruggaan naar een tijd met hele oude liedjes. Naar de geboorte van Jezus in de stal in Bethlehem. En ik denk kerst toch begint met die geboorte. En daar mogen we een bijdrage aan leveren. Dus wij zingen nu liedjes die daarin teruggaan naar veel langer dan de jaren 70, 80. En dan komt eigenlijk, dan is het niet alleen een geschiedkundig verhaal als, nou, toen is het ooit gebeurd. Maar ik denk dat kerst belangrijk voor ons is als ook nu in 2019, 2020 een stukje voor elkaar zijn, met elkaar zijn, stilstaan bij de tijd van het jaar, stilstaan bij de ander en zo samen kerst mogen vieren. En dan is het niet alleen maar kerst aan het diner, maar kerst voor elkaar
denkend aan een ander. Dat is voor mij de betekenis van het licht. We praten met Emma Di Pietrantonio. Jij komt uit Italië en je bent sinds een aantal jaren lid van ons popkoor. Wat heb jij voor gedachten bij de kerstviering? Ik kom uit een katholieke familie. Zo voor het eerst, ik vind het leuk dat de connectie met de God. En daarna, ik vind het leuk dat helemaal in de stad is blij in deze periode. En ik vind het helemaal leuk dat we zingen in de hervormde kerk.